We zijn opnieuw in de Meerpaal in Dronten, waar de wedstrijd voor de nieuwelingen inmiddels geweest is, maar waar de junioren nu klaarstaan voor hun wedstrijd. Een wedstrijd over 140 kilometer met een geweldige deelname. Dit gaat ongetwijfeld een hele mooie wedstrijd worden. Veel kijkplezier bij de derde uitgave van de Flevo on Ice Zuiderzee.
gewoon deze Flevol Ice Zuiderzeeronde winnen. Een formidabele prestatie. Hier komt hij, de winnaar. Hier is, dames en heren, Peter Lendering. En een geweldig applaus, inderdaad, voor een zeer verdiende winnaar die op het juiste moment daar was. Sprint voor de tweede plaats. Sprint voor de tweede plaats. Ai. En ik dacht dat daar de man met 43 bobolieslagers zijn sprint voor de verdere plaatsen. Mannen die echt hebben moeten koersen vandaag. Ja, dan over het. Dit is de derde groep. En hier krijgen we dan de binnenkomst van de man van het snelle wiel, Michael van Steen. Met opnieuw renners binnen te krijgen van de volharding. Met het nummer 49. Niels Wolfenbüttel. Met 64 over de streep, Stijn Oost van Woonexpo Kapinga. De laatste groep komt en nog één keer graag dus het applaus. Hier komt die groep dan binnen. Rustig mannen, rustig. Er staat veel publiek op de weg. Die allemaal aan het vieren zijn de overwinning van de winnaar van de wedstrijd. Heel mooie derde plaats. Ja, dank u wel. Het was wel een koers waarin jij je hebt laten zien, maar je bent ook uitgeroepen tot meest rustige renner. Ik moest wel. Ik zat in mijn eentje, dus ik moest wel veel reageren op de groepjes. Ja, het scheelt één bos bloemen voor de organisatie. Ja, dat is zeker waar. Ja, je moest toch komen. Wat vond je van de wedstrijd? Ik vond het een schitterende wedstrijd. Er werd gewoon goed gereden. En dat was het wel. Ik vond het eerste begin ronduit saai. Ja. En daarna, totdat er een renner van de dijk rolde naar beneden, was het plotseling een wedstrijd om je vingers mee af te likken. Ja, het is een lange wedstrijd, dus iedereen zat een beetje af te wachten. En je weet dat het gewoon na 50 kilometer gaat wel gebeuren. Dus daar had je de wind dat je schijnt tegen en toen werd het gewoon op de kant getrokken. Bobolieslagers als tweede. Ja, je sprint red je dan nog weer een beetje, maar je was natuurlijk gegaan voor die overwinning. Ja, maar was denk ik vandaag eentje te sterk voor ons allemaal. Want die reed weg op 4 kilometer voor het einde en niemand kon daarop reageren. Dat is toch wel knap als je dat kunt. Dat is heel knap. Kende je hem? Ja, zeker. Waar ga jij je op richting dit jaar? Ik mag over 2 weken een wedstrijd in Kroatië rijden. Ook wel met de beste mee te kunnen. En dan de wat koers waar wat meer klimmen in zetten. Want je kunt goed veld rijden, je kunt ook een beetje die hoogteverschillen aan. Ja. En je hebt daar de bouw op voor. Ja, ik ben wat lichter dan de rest, dus dat is in mijn voordeel. Ja. Kroatië, is dat een etappekoers? Ja, van 3 dagen. Lekker hè? Zeker. Daar leer je fietsen. Zeker. Nou, gefeliciteerd met een hele mooie tweede plaats op al die stakers. Te brengen, terwijl hij hierheen loopt, Peter Lendering. Ja, Peter. Geweldig, gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Dan haal je het weg. Ik wou niet afwachten op de sprint, dus ik wou het sowieso nog een keer proberen. En ik had nog best wel veel over. Dus toen heb ik alles erin gegooid, dat heb ik best wel gehad. En dat was genoeg uiteindelijk. Ja. Wanneer ben jij begonnen met fietsen? Ik fiets al wat langer, maar dit is mijn tweede jaar dat ik wedstrijden fiets. Ja. Tweede jaar. Vorig jaar een beetje begonnen met de junioren. Ja. Nu word je tweede in Heibergen, derde in Burger in Duitsland. Nu win je. Waar moet dit stoppen? Ik hoop dat we nog wel een tijdje doorgaan. Het hoeft voor mij niet te stoppen, maar geef eens een hint. Ik wil graag nog zo een tijdje doorgaan. Maar ik ben eigenlijk ook schaatser. Hè? Over schaatsen. Ja. Ja, ik vind dat geen verkeerde sport, begrijp maar goed. Maar zou jij je niet alles op dat wielrennen moeten gooien als ik dit zo zie? Dat weet ik niet. Ik doe wel alles eraan om zo hard mogelijk te fietsen. Want ik wil graag van u een applaus voor deze mannen. Een prachtig podium.